Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we de gestage aanvoer van veel bewolking. En uit die bewolking viel van tijd tot tijd regen en motregen. En soms waren die perioden met neerslag behoorlijk lang en werd je kletsnat, ondanks de kleine hoeveelheden. Maar als we goed kijken in de satellietbeelden zien we dat vanochtend in het noordoosten en ook in het zuidoosten de zon even kon schijnen. En daar werd het dan ook duidelijk wat beter weer. In het zuidoosten werd het zelfs even 23,7 graden. Dat was dan in Maastricht. Maar met de bewolking en de regen daalde de temperatuur ook daar weer. Nou, inmiddels zien we op de Noordzee een paar opklaringen dichterbij komen. En die gaan zich later vanavond over ons land uitbreiden. Maar het was dus vooral wisselvallig weer. De meeste regen viel overigens de noordelijke provincies en dat dan vooral aan het begin van de middag. En later in de middag kwam er opnieuw meer motregen vanuit het westen van het land. Vanavond dus vanuit het westen de opklaringen en vooral in de oostelijke helft van het land nog af en toe regen en motregen. Temperaturen zijn eigenlijk best aardig, 18 tot 20 graden, want we bevinden ons in warme lucht en dat is de hele dag al goed merkbaar. Komende nacht dan ook geen koude nacht. Wel vrijwel overal droog en 13 tot 17 graden en de wind stelt weinig voor. Morgenochtend beginnen we dan even met wolkenvelden, maar in het midden en zuiden breekt snel de zon door. In het noorden duurt dat wat langer, maar ook daar komt 's middags de zon erbij. Het wordt een droge dag, dus we zijn van de motregen verlost en de temperaturen zijn weer zomers. In het zuiden van Limburg zelfs 27 graden, in een groot deel van het land rond de 25 graden en alleen in het noorden rond de 22 graden. Dat komt door de noordelijke wind die in de kustregio waait. Morgen dus droog weer. Nou, in de nacht na een vrijdag kunnen er een paar buien vallen. Misschien zelfs met een klap onweer. Hoeveel buien er komen is nu nog erg onzeker. Dat heeft te maken met hele warme de lucht die ons land dan instroomt. En in die warme lucht wordt het vrijdagmiddag 25 tot 28 graden in de oostelijke helft van het land. In de westelijke helft is het aanmerkelijk minder warm. En dat komt door die stevige zuidwestenwind. Want kijk daar eens naar 4 tot 6 boven. En dat is een hele forse wind en daardoor dus niet zo warm in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Zaterdag neemt de wind in de loop van de dag af. Ook dan kan er misschien nog een buitje vallen en temperaturen zijn dan 20 tot 25 graden. En ook zondag een zeer kleine kans op een bui en 20 tot 23 graden. Kijken we dan wat verder vooruit en dan zien we dat het nog niet echt sprake is van een losbarstende zomer. Nogmaals, daar komt ie. Na de warme weer op vrijdag zien we een dipje in het weekend, daarna weer een stijging en daarna daalt het weer langzaam. We blijven dus een beetje tussen die 20 en 25 graden schommelen. En ook de nachten zijn niet spectaculair. De nacht na vrijdag is eigenlijk het meest warm. En daarna na het weekend nog een keer een iets wat zwoele nacht. Maar verder meestal toch aardige verkoeling. Morgen dus eindelijk de motregen weg. Ik wens u een hele prettige zomerse donderdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.